Afgelopen vrijdag stond het sportcafé in het teken van Serious Request. Ditmaal waren het de Leidse raadsleden die een actie hadden opgezet. Onder de bezielende leiding van Aad van der Luit werd er een veiling gehouden. Aad, zometeen een veiling. Wat gaan jullie veilen? 10 schilderijen, 4 plaatsen voor de Veenfabriek voor een uitzending of uitvoering in de raadzaal. En 4 t-shirts speciaal gemaakt voor deze avond. En uiteindelijk is alles voor Serious Request, voor de moeders in oorlogsgebieden. Dus het is goed doen. En namens wie is dit? Namens de Raad, dat is wel leuk. Dat doet me ook deugd als ik zie hoe we met z'n allen over onze schaduw heen gestapt zijn en onze politieke achtergronden vergeten zijn en met z'n allen één doel dienen. En dat doet me deugd. Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Jullie zijn met z'n allen met vingerwerf gaan zitten en hebben 10 schilderijen gemaakt? Ik heb toevallig mijn rapport van de lagere school gezien en tekende erop. Nou, dat moet ik maar niet aan beginnen. Ik heb toen al signalen gekregen om het niet te doen. Nee, we hebben schilders gehaald, gevraagd aan kunstenaars. En dat hebben mijn collega's uiteraard gedaan. Ik heb 20 jaar het sportcafé georganiseerd. En mensen maken een denkfout. Die denken, als we 10 schilderijen hebben, gaan we een veiling organiseren. Maar dat moet je niet met 10 schilderijen doen. Je moet eerst mensen genereren. En bij die mensen ga je die veiling houden. En hoeveel geld hopen jullie op te halen? Dat vind ik zo lastig, Leendert. Dat vind ik echt zo lastig. Ik kreeg gisteren een briefje en die zei van, nou, als we 5.000 op hebben, ben ik helemaal tevreden. Ik zei, ik ben al heel erg tevreden met de helft. 550, 600, 650, 650, je hebt 650, voor wie mag ik meer? 850, voor wie mag ik 900, wie rond er al een 1000? 900, dankjewel, 950, wie rond er al een 1000? 1000 doen we erbij, dankjewel. 1000 doen we 1, 1000 doen we 2. Wat vindt u ervan dat deze veiling door raadsleden georganiseerd is? Nou, dat vind ik heel bijzonder. Kijk, raadsleden die besteden toch al heel veel tijd aan het publieke goed. Hè? Ze besteden hun zetten zich in voor stad en samenleving. En daar past dit heel goed tussen. Meneer Scheffer, zelf raadslid. U heeft schilderij gekocht voor hoeveel? €300. En waarom heeft u voor dit schilderij gekozen? Nou, ik ben geen kunstkenner, maar ik hou wel erg van kunst. En dat wat waar ik iets bij voel, iets erg mooi vind, daar wil ik wel op bieden. En ik heb ook niet heel veel geld, maar dit was precies mijn plafond en ik was er heel blij mee. Mevrouw Broeri, het schilderij is gekocht, blij met de opbrengst? Hartstikke. Ik heb hem in zilver geschilderd en hij heeft goud opgebracht. Meneer De Wit, hoeveel schilderijen heeft u gekocht? Ja, helemaal niks. Teleurgesteld, moet ik weer naar huis. Gelukkig niet met lege handen, want anders kan ik niet thuiskomen. Dus ik heb gelukkig nog net op de valreep... Een t-shirt. Ja, het is, ik moet hem inlijsten zodat ik hem aan de muur kan hangen. Het is geen schilderij, helaas. Mevrouw De Bakker, je hebt geld opgehaald. Welke schilderij heeft u nou het meest verrast? Ze hebben me eigenlijk allemaal wel verrast. Ik bedoel, één schilderij heeft bijna €1200 opgebracht. €1150 en dat is gewoon fantastisch dat voor het goede doel om dat weg te kunnen geven. Dus ja, een hele mooie avond wat we hier in Leiden met z'n allen voor elkaar hebben gekregen. En meneer De Graaf, gaat u nog zo'n avond organiseren? Nou, dat zou misschien in de toekomst wel eens kunnen, maar dat hangt een beetje vanaf als er zich nog zoiets voordoet. Ooit is. Moet u het ook niet te vaak doen natuurlijk. Zo heel af en toe eens een keer is dat heel erg leuk. En dan uiteraard voor het goede doel. Deze veiling voor Serious Request van de gemeenteraadsleden uit Leiden leverde uiteindelijk €6.460 op. Het geld wordt in december aangeboden aan het Glazen Huis.